Nu? Ja. 9. Uh, negen. Een negen? Ja. Wauw. Ja. ja. Dan ben ik altijd wel hoog in cijfers, hoor. Maar ik... Uh, nee, ik zie niet in... Ik begrijp niet waarom ik geen tien zeg, maar goed. Ik, nee, heel hoog, ja. En hoe, hoe, hoe kom je aan een negen? Nou, omdat mijn leven... Uh, een, ik, heb, uh, ik heb een goede relatie met mijn zoons. gaat het allebei heel goed. Dat is natuurlijk belangrijk. Mijn gezondheid, dat, dat gaat ook wel goed. Um, en ja, eigenlijk is het gewoon, uh, naarmate je ouder wordt en het, het moet er wat minder wordt, althans dat, dat gevoel heb ik, dat het niet meer alles moet, dat het wordt ook wat rustiger in je leven. En wat moest er allemaal dan? Nou ja, je hebt natuurlijk een periode gehad dat je steeds nou, op de eerste rang wil zitten, of uh, alles wil pakken en alles wil, uh, wil doen. En... Naarmate je ouder wordt en je veel al hebt gedaan en ook ziet dat de, dat de tijden veranderen... Dat, je, ja, ...dat de manier van maken, tv maken of theater maken, dat misschien dat wel de langste tijd heeft gehad... ...dat je moet gaan vernieuwen of andere dingen moet gaan zoeken... ...is die, is die zoektocht heel spannend, maar dat, dat houdt ook in dat je wat minder, minder hard werkt eigenlijk. Um, want van jouw televisieprogramma Busje komt zo zij vooraf... ...als het geen succes wordt, dan stop ik met amusementprogramma's. Ja, nou dat is misschien ook wel die negen... Oh, dus ja, is het nou, ja, kijk, je maakt natuurlijk programma's met je hart. En ik maak programma's zo lang, zo, zoals ik me voel. Maar het is wel eigenlijk het bekende: ja, ik ben misschien iets lang doorgegaan met mensen verrassen met wensen. Of hè, met, uh, verrassingen maken voor mensen. Ik werd er zelf ook een beetje moe van. Ik dacht, god, ga ik weer? En heel vaak, als je dan met ideeën komt, dan denk je, ja, dat heb ik al gedaan. Ik weet nog wel met Sinterklaas, vorig, vorig jaar we moesten maken. Er kwam er weer iemand die wilde. Nou ja, wij spreken een prinsessenjurk. Ik heb, ik heb door de jaren heen al 140 prinsessenjurken geregeld voor mensen. Dus dan, dan, ja. dan, dan voel je zelf ook dat je een soort herhaling van zetten doet. En we hebben wel ideeën, maar ik merk gewoon dat ik zelf niet denk, Eureka, dat is hem. Kijk, ik vond het busje ontzettend leuk om te maken. Echt, ik vond het echt fantastisch. Als het dan onvoldoende wordt bekeken... en uh, er wordt besloten om het niet verder uh, te maken... dan heb ik echt wel een hele zomer... nou, niet hele zomer, maar ik heb wel even, even moeten slikken. En ook accepteren, dus niet uh, huilie-huilie doen. Maar gewoon denken, nou, dat, dat hoort er ook bij. Is het belangrijk voor jou dat je dat toe doet? Nou, het, uh, het doet er niet meer zo toe. Dus als ik iets, als ik iets wil maken, moet ik, moet ik echt denken... Uh, dit, is, dit is nog bijzonder. Als, als het eronder zit, dan moet je het niet doen. En dat is een keuze aan dat je, dat je ook theater kunt maken. Want wat ik nu maak in theater, dat doet er voor mij echt toe. Omdat het echt iets is wat ik echt heel goed vind. Dus als je dan dat niet goed vindt, dan kan ik alleen maar zeggen: ja, dit, is, dit is wat ik kan. En ik, ik, volgens mij zit ik op mijn maximale kunnen. Uh, dus of ik ook heel erg als mensen die het mooi vinden, die goed denken, ja, maar dit vind ik, ik vind het wel heel erg bijzonder. Ja. En dan, dan, dus dan is het een beetje antwoord op je vraag? Nee, je het... Nou, waar ik heel erg aan zit te denken, want je bent natuurlijk wel iets ouder dan ik, je ziet er goed uit nog. Ja, maar, ook. Uh, het gaat erom, je bent 60 geweest, en dan ga ik ook een beetje nadenken. Hè. Dan denk ik, uh, als ik die leeftijd heb en ik heb de, 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 de prijzen gewonnen. In, in Montreuil, nipkopfschijf, gouden televisier, eigenlijk alle prijzen die ja. je kunt winnen. Dan zou ik toch lekker aan het zwembad in Marbella. zou ik lekker heel de hele dag gaan liggen. Lekker met een cocktail en denken: van... het zal mijn tijd toch wel ja, duren. Ja, maar dat is gewoon dat je Brabants bent. En ik gewoon Rotterdammer. Dus het is gewoon werken. Gewoon blijven werken. Dat is echt ja, ik, de ik, drive. En nogmaals, jij, jij noemt alles op. En ik denk er nooit over na. Ik denk nooit over na wat ik allemaal heb gewonnen of wat ik allemaal heb. Het is gewoon. Ik weet wel wat ik heb. Hè? Ja. Bedoel, laat, laat het duik zijn, maar niet. Daar kan je niet op teren. Dan word je een hele vervelende man. Nee, ik denk zo niet. Uh, ik ben opgevoed um, met gewoon. Je moet gewoon werken. Dat hetzelfde als je, uh, als je. Kijk, ik ben ergens goed in. Dat is improviseren. Kan een beetje, ik kan amuseren. Ik kan mensen verrassen. Nou, dat zijn allemaal ingrediënten waar je nog mee kunt kijken. Ik, ik begrijp wat je bedoelt, dat kleuren, maar de, de tijden zijn veranderd. He, dat dat, dat, dat uh, mensen die aan de top staan meer te zeggen hebben over programma's dan de programmamakers zelfs. Zelf, dat, 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 ja, dat, is nu, dat, dat is nu zo. Uh, dat, dat leidt ook tot hele goede programma's. En in mijn geval lijkt dat soms door programma's dat ik misschien iets te geharnachts ben, uh, dat ik iets misschien in een keurslijf zit. Dat, dat, dat is misschien ook wel de reden dat ik dus iets minder nu, dat het heilige moeten iets minder is geworden. Ja, en vind je het ook minder leuk nu dan? Uh, nee, nee als, dat... ik, nee, als ik het maak, dan vind ik het heel erg leuk om te doen. Vind je het net zo leuk als echt in die tijd? Ik ben een leuker iemand geworden. Alles... Ja, ik ben, veel, ik ben veel leuker dan twintig uh, dan of dertig jaar geleden. Dat ik echt nog echt... Dat ik dacht, ja, ik kan niet voor iedereen hetzelfde eisen als ik, want ik word ook meer betaald dan die andere mensen. Uh, ik had nog een heel ander leven dan die andere mensen. Dus op een gegeven moment beseft je, ja, je kan wel denken dat iedereen, uh, dat, dat de lat voor iedereen dezelfde hoogte wordt gelegd, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Daardoor heb je ook bereikt wat je hebt bereikt. Ja. Eh, maar kijk erop, het, het, het belangrijkste vind ik, hier in, in, in de, om antwoord te geven op de vraag, het is, ik vind het nu heel erg leuk om gewaardeerd te worden en dat ik ook merk dat mensen steeds zeggen, uh, alsof ik toen nu ik zes ben, dat veel meer hoor van, dat ik opeens uh, mij wordt erkend ofzo. Dat heb ik echt daarvoor nooit gehad. Dat vind ik, uh, dat vind ik heel bijzonder, omdat nu, dat vind ik nu ook leuk om te horen. Terwijl ik altijd altijd een beetje onder ging zitten, van nou ja. Uh, het valt wel mee. Maar ja, inderdaad, ik heb uh, veel, ik heb veel uh, gedaan. Want jij was natuurlijk echt baanbrekend. Ja, maar dat is ook in... alweer een tijd geleden. Nou, hè? dat is wel een tijd geleden. Maar ik bedoel, nu heeft. Nou zeg ik het even heel plat. Nu heeft iedereen een grote bek en durven mensen heel veel. En jij was in mijn beleving, in mijn jeugd, echt iemand. Jij zei dingen. Nou, dat was ongelooflijk, dat was nog nooit vertoond. Hij was stabbed laten bier haar. En hij wanted en met one thing. Yes, ding. Jezus is ja, ding In 1345 werd het eerste concilie van Beieren opgericht. En de over, 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 overgrootmoeder. Over nee, de over, 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 overgrootmoeder van Fred... Nee, de over, over. Houd ons oh. op! We hebben het even over cijfers. Het, het laagste cijfer in je uh, privéleven. Wat was dat cijfer en wanneer was dat? Ja, dat, 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 dat laagste cijfer is denk ik toch wel dat als dan ik heb laatst zeggen drie grote mooie relaties gehad. Uh, noem het ook met de eerste liefde en de grote liefde en de ware liefde. Uh, en ik denk dat die alle drie toen die uitging, mijn laatste liefde, ik ben nu 27 jaar met mijn man en we zijn ook even een half uit elkaar gegaan. Dat waren wel uh, vervelende momenten. Dan zou ik het cijfer laag uh, zetten. En welk uh, specifieke uh, moment was dat dan? Nou ja, als je beseft dat het niet werkt en dat je dan uit elkaar gaat en dat je dan weer opnieuw moet beginnen, dus dan weer een poes koopt en dan uh, weer te lang in bad gaat zitten en dan is de burenburger ook weer dichterbij dan je denkt. En elke keer denk je, nou ik word nooit meer gelukkig. En dan dan komt er dan toch weer iemand. Ook natuurlijk wat tussenpauzes. Maar mm -hmm. um, ja, dat, dat, ik geloof dat dat, dat is wel privé, dat ik dat het uh, allerergst vind, vond. Uh, je bent nu al heel lang gelukkig. Ja. En uh, het, uh, die paradox vind ik mooi. In jouw werk leek het mij altijd, als jij succes had, dan heb uh, je hebt het nooit echt uitgemolken. Jij ja, was dan na twee of drie seizoenen, had je zoiets van... nou, misschien nog een seizoen vier, maar dan is het wel echt klaar. Met dingen die echt succesvol waren. Ja. Daar kapte jij zelf mee. Ja. Uh, thuis heb jij dus niet die neiging. Nee, nee. Want ik zit al vier jaar met diezelfde vent op de bank. Nee. Dit, dit moet anders. Nee, dat is inderdaad, Waar, inderdaad zitten zo. Zitten dat verschil? Ja, dat is inderdaad zo. Um, ik ben snel verveeld. Maar ja, dat heb ik privé dus niet. Nee, maar... Dus, ja, laat dat creatieve hoofd dat gaat steeds door... En het privéhoofd, uh, dat misschien is dan heel erg blij met de vastigheid van dingen. Hoewel ik ook heel aantrekkelijke mannen heb, die nog steeds heel aantrekkelijk is. Maar goed, er komen ook opeens de, keuze, de kans om twee kinderen te krijgen. Dat is ook natuurlijk in je leven heel bijzonder. Maar ik denk dat als wij geen kinderen hadden gehad, dat we nog steeds bij elkaar zouden zijn. Maar het is misschien wel omdat mijn creatieve hoofd zo ontzettend. Ik bedoel, er zit elke dag wel een idee in. Of er komt elke dag wel iets naar boven. Uh, en dan is het thuis lekker als er toch wat. Uh, wat uh, regelmatig is.